Spannend, heel erg spannend. En het was goed dat je dan weer gewoon hoort wat het bewijsmateriaal is geweest, wat de verdediging heeft gezegd, wat de conclusie is van het Hof. En dan uiteindelijk natuurlijk waar je in spanning op zat te wachten, de veroordeling, het eindvonnis. En dat is alleen maar bevestigd dat die 20 jaar celstraf daarmee wel bevestigd is. En ook het Openbaar Ministerie, die dat dan in de hand heeft nu, om tot onmiddellijke gevangenneming over te gaan. Toen u dat hoorde, wat ging er nu om toen werd gezegd dit vonnis van 2019 wordt bevestigd? Wel wat je verwachtte. Omdat de verzetzaak heb ik niet zo erg gevolgd. Maar het hoger beroep, ik heb nooit een ander sterker bewijsmateriaal gehoord bij het hoger beroep. Dus ik verwachtte daar geen verandering in. De indruk wordt vaak gewekt, zo noemen bepaalde mensen het in de samenleving, dat OGV, Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, zich alleen bezighoudt met de 8 december case. De case is nu tot het einde. Zal OGV ook stoppen of gaan jullie door en je sterk maken voor andere mensenrechtenzendingen? Dat is de mening van de samenleving en dat laat ik dan voor hun. En wat wij binnen kamers doen, daar hoeven we niet elke dag mee in de publiciteit te komen. Maar we roepen al jaren dat alle mensenrechten schendingen onderzocht moeten worden. En dat ligt aan onze overheid. Net zo goed als wij ook achter de Mojwana-case hebben gestaan en andere zaken. Maar het ligt aan de overheid en de nabestaanden. Ik bedoel, het zijn de nabestaanden die hebben gezorgd dat deze case kon beginnen. De OGV kan daar niets aan doen. Wij zijn geen direct betrokkenen. Dus de directe betrokkenen moeten ook zo ver gaan om achter ons overheidsapparaat aan te zitten. En dan moet jij een aanklacht indienen, wat we al vaker hebben gezegd tegen bepaalde nabestaanden. Dat wij dat niet kunnen doen, dat moeten zij zelf doen. Toch nog een vraag. 2 weken terug was de herdenking van de 8 december dienst. Het is 41 jaar dit jaar, 42 jaar is het volgend jaar. En is het eigenlijk een afsluiting geweest dit jaar? We vonden het een goed moment om het af te sluiten. We hebben het altijd herdacht. Dus het is niet wat men alleen maar live heeft gezien op de televisie. We hebben 8 december herdacht vanaf 1983. En dat hebben we gedaan met een sobere kerkdienst en we gaan weer terug naar die soberheid. En die bloemenhulde zal ook door het verleden gebeuren? De bloemenhulde is van de stichting 8 december 1982. Nee, dan zal ik de vraag daar stellen. Dank u wel, mevrouw Goede. Ja, okay. Nu opgelucht, omdat het recht heeft gezegevierd. U staat daar binnen in de zaal. Was er enige spanning? In het begin wel, ja. In het begin wel. De heer... Je vraagt je af. Wat gaat het worden, weet je? Je bent niet zeker van wordt het een veroordeling of een vrijspraak, weet je? Dus je zit... En als we het hebben over nu, het vonnis is geweest, gaat u misschien een deze dag naar het graf van uw vader om misschien daar te zeggen van ay pa, gerechtigheid, kom voor de massacre. Nou, ik ben wel regelmatig bij het graf of bij zijn standbeeld. Maar ik ben wat dat betreft niet zo gelovig dat ik, weet je, hij hoort me niet, weet ik, dus nee. Heeft het u pijn gedaan dat onder andere uw vader en de mede slachtoffers werden uitgemaakt als... mogelijke koepplegers, eigenlijk als criminelen, om het in mijn woorden te zeggen? Het heeft, wat me heel erg pijn heeft gedaan, is dat wat die mevrouw verteld heeft. Mevrouw, ik weet niet eens meer hoe zij heet, maar zij heeft toen verteld dat eigenlijk mijn vader de meeste schade heeft ondervonden van dit hele... Die hele moordpartij, ja. Hij was het ergst toegetakeld in ieder geval.
Dus dat heeft heel veel pijn gedaan.